Goedemorgen YouTube, welkom bij een nieuwe video. En zoals je kunt zien, ik heb geen dagelijkse outfit aan. Ik ga vandaag scuba diven. We zijn nu aangekomen en we gaan beginnen met onze duik. Het water is echt super helder, 20 tot 30 meter visualiteit, dus dat is heel goed. We hebben al gedoken in Thailand en ergens anders, maar deze is echt top. Ik ben echt excited. Ziezo, we zijn terug. Ik vond het heel heel mooi. De visualiteit was heel heel, ja gewoon, ja, je hebt gezien, 20 tot 30 meter is eigenlijk echt ideale, zijn echt gewoon ideale omstandigheden. Maar het is nog niet gedaan vandaag. We gaan nog naar een waterpark waar we gaan zwemmen met zeeleeuwen. Dus dat gaat ook super cool zijn en dan gaan we daar ook nog van alles zien. Ik ben benieuwd en ik neem jullie natuurlijk mee. Oh. Kijk, doe toch benen, gastje. Doe toch vast. Yes, we zijn aangekomen en je hoort misschien al bij de zeeleeuwen. Hier gaat het allemaal gebeuren, denk ik. Hè. Of misschien binnen, ik ben niet zeker, maar hier gaat het gebeuren. Hier gaan we zo met de zeeleeuwen. Onze eerste keer. Ja, ja, ja. En die maken dus lawaai als ze kukken. Ja, want die is juist zichzelf aan het bevuilen, zoals ze zeggen. En nu is ze erin aan het rollen. Wat een leven, wat een leven. En daar zijn de andere amigos. Hi guys, how are you? Het zijn toch grappige beesten eigenlijk. Allee, als je dat zo bekijkt. Dat is plezant, hè? Dat is keiplezant. Echt een aanrader om te doen. Dat is zo speciaal, dat contact met die dieren en die zijn zo lief. Ja, dat is een geluk. Ja, maar jij hebt al gezongen met dolfijnen. Ja, dat is toch nog helemaal anders dan een dolfijn, hoor. Dat is nu ook al even geleden, maar ja, die mensen, dat zijn echt, die zijn zoals dat onze hond zijn, dat die zijn zeeleeuwen. Ja, want dus die meneer daar, dat je de hele tijd hebt gezien, die is nu bezig met andere mensen, die beziet eigenlijk die zeeleeuwen. Waar het dan ook een heel persoonlijk contact aan maakt. Dus zeker een aanrader. En dan zijn we hier. Het is al avond, het is al donker zoals je kunt zien. We hebben even een time jump gemaakt, we waren een beetje moe. Allee, al dat... Super actief in dat gaat. Ja, bedoel, met de zeeleeuwen zwemmen, dat doen we toch niet elke dag? Nee, dagelijks zeg je dat toe. En duiken? En duiken, ook niet. Dat is gewoon super goed. Weg voor traditionele tapas. We gaan hier de echte Spaanse keuken eens proeven. En ja, het loopt hier echt nog vol en volk. Ja, dat is toch wel even belangrijk om te melden. Mensen die denken dat Benidorm enkel oude mensen en Benidorm bastards en van die toestanden is. Dat is helemaal niet waar. Kijk, het is 11 uur en dat loopt er echt nog gigantisch veel vol. En niet enkel oude mensen, helemaal niet. We gaan dus op de Spaanse
Spaanse manier tapas eten. Hier is een super drukke straat. Mensen zitten hier heel krap bij elkaar. En wij gaan hier gewoon van het ene parkje naar het andere kleine porties eten. En ik denk dat het wel tof kan worden. Maar ik moet eens zien hoeveel volk overal. Misschien nog een leuke inside tip. Hier in Spanje, en zeker bij de tapasbar, is de traditie als de tapas heel goed zijn om een servetje te nemen, een mond achter de kaas en dan gewoon op de grond te gooien. Dus als er bij de tapasbar heel veel papiertjes voor de gevel liggen, dan wil dat zeggen dat de sfeer excellent was. Dus bij deze tapasbar, ja, zeker hier nog. Try the... Zo, onze avond ging erop. Ja, tijd om te gaan slapen. Het was eigenlijk een heel leuke beleving, al die tapas, al die smaken, al die sfeer. Super stop. We voelden ons even Spanjaarden. Volledig 100% Spaanse beleving. Inderdaad, maar nu is het tijd om te gaan slapen. En ik ga de vlog hier ook afsluiten. Dus bedankt om te kijken. En ik zie je de volgende keer. Bye!